Mijn naam is David de Brulle. Ik ben de warmteagent voor Nieuw-Zuid. Ik ben de aanspreekpunt voor onze klanten die op de wijk Nieuw-Zuid komen wonen en aangesloten zullen worden op het warmtenet. Wat is een warmtenet? Geen individuele ketels meer in de gebouwen, geen schouwen die aanwezig zijn in de gebouwen. De duurzame en efficiënte productie van warmte op één centrale plaats en transport via ondergrondse leidingen naar de diverse gebouwen. Voor de klant verandert er inhoudelijk niets. Hij heeft een thermostaat, hij heeft radiatoren. In plaats van de ketel in de woning plaatsen wij wat wij noemen een warmtemeter. En die registreert het verbruik van de warmte die wij geleverd hebben. In combinatie met de duurzame woningen die gebouwd worden door de projectontwikkelaar Triple Living, zorgt dat voor een uitermate lage energiefactuur voor de klant. Dit jaar nog starten wij met de bouw van de definitieve warmtecentrale van 21 megawatt. Op dit moment gaan wij die verwarming produceren op een efficiënte manier met gas. In de toekomst legt de stad Antwerpen ons ook op dat wij moeten verduurzamen. Zo moeten wij constant de markt in doog houden en gaan kijken dat die warmteproductie altijd zo efficiënt mogelijk, ecologisch en vooral duurzaam is. Na voltooiing zal het warmtenet het grootste van Vlaanderen zijn. Samen met Stad Antwerpen en de projectontwikkelaar willen wij inzetten op de doelstelling om tegen 2050 een CO2-neutrale stad te zijn. Achter het Justitiepaleis is de wijk Nieuw-Zuid in volle ontwikkeling. Er komen 2000 woningen naast winkels, kantoren, een groot park en vele andere openbare voorzieningen. Nieuw-Zuid wordt een wijk van de toekomst met veel aandacht voor het milieu, dankzij onder meer een centraal warmtenet. Meer info leest u op antwerpen.be/nieuwzuid.